zoveel volk hier te zien. In naam van Sint-Lucas en in de zoon van de opleiding Vrije Kunsten heet ik jullie van harte welkom hier op het Campus Congres. Dit is onze campus, onze school, de ateliers zitten rondom jullie eigenlijk. En in deze bijzondere omgeving is het een waar genoegen om twee sprekers vanavond in te leiden, de Tuinmans en Jan Willem Schoven. Zij zijn uitgenodigd door de onderzoeksgroep Horizontal Drawing, die geleid wordt door Arpaïs Dugois, Karen Vermeeren en Guus van der Kwaal. Zoals jullie weten is er een heel academiseringsproces onderweg in de kunstopleidingen. En de Horizontal Drawing is een van de ploegen die onderzoekt hoe onderzoek en beeldende kunstpraktijk kan verzoend worden en wat de mogelijkheden daarvoor zijn. En de titel Horizontal Drawing is ontleend aan een essay van Walter Benjamin, Malerij en Grafiek, waarin hij de twee verschillende modi, de horizontale en de verticale modus van het beeld van de schilderkunst en de grafiek, de tekenkunst respectievelijk, met elkaar vergelijkt. Nu, in het voorbije jaar hebben ze al een aantal lezingen georganiseerd, onder meer met Annemie van Kerkhoven, Ante Timmermans en Mark Nachtzaam. En vanavond is de centrale gast kunstenaar Luc Tuinmans. Luc Tuinmans is een van de belangrijkste kunstenaars van België, maar zeker met een zeer grote wereldfaam. Hij is actief in de schilderkunst, in een medium dat al op geregelde tijdstippen doodverklaard wordt. En hij wordt gerekend tot die generatie kunstenaars die dat medium terug niet zozeer leven inblazen, maar vooral proberen te onderzoeken hoe dat medium, het traditionele medium met een lange geschiedenis, kan gebruikt worden om de hele beeldcultuur, vooral het onzegbare, het onspreekbare, te articuleren en terug bespreekbaar te maken via schilderkunst. Hij heeft schilderkunst gestudeerd aan de École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Corde tussen 79 en 80, om dan hier in Antwerpen aan de Koninklijke Academie af te studeren in 82. Hij verlaat schilderkunst in 82 om dan kunstgeschiedenis te gaan studeren aan de Vrije Universiteit in Brussel en een drietal jaar met film en video te experimenteren. In 1985 is een notoir moment waarop hij een solo tentoonstelling in de Termen in Oostende organiseert, waar we ooit eens naar komen kijken, maar wel het moment waarop hij terug dat medium schilderkunst in hand neemt en een belangwekkende carrière volgt met talloze tentoonstellingen in binnen- en buitenland, waaronder enkele belangrijke momenten, denk ik, de documenta 9 en 11, als ook de bekende reeks Moana Kitoko in het Belgisch paviljoen in Venetië. Tussen 2009 en 2011 is zijn werk het onderwerp geweest van een hele mooie en rijke overzichtstentoonstelling in de Verenigde Staten. Die vertrok in Columbus, Ohio, via Dallas, San Francisco, Chicago, om dan te eindigen in Brussel in het Beaux-Arts. Zijn werk is opgenomen in talloze internationale collecties. En momenteel kan je tot 2 juli naar het grafisch werk gaan kijken in het gemeentemuseum in Den Haag, onder meer. Over dat grafische werk en zijn oeuvre in het algemeen, en vooral de relatie tussen die twee, gaat hij vanavond in gesprek met Jan Willem Schoven, die hij kent van zijn tijd aan de Rijksacademie, waar hij 98 jaar gewerkt heeft. Jan Willem Schoven is werkzaam als onafhankelijk adviseur in de Volcana Consultancy, waarin hij zowel kunstenaars als kunstinstellingen adviseert, en dat op basis van een lange en rijke carrière. Meer bepaald 28 jaar aan het hoofd van een van de belangwekkendste kunstinstellingen, de Rijksacademie in Amsterdam, waar hij in 2010 afscheid nam. Ze treden vanavond in gesprek. De formule is volledig aan hen overgelaten. We hebben een aantal beelden op de achtergrond. Graag het woord voor de Tuinmans en Jan Willem Schoven. Ja, u geloof ik. Staat ding aan. Kom. Dat is niet zo'n idee, dus dat is niet zo'n waardevol. Ja. En dat is het voorbeeld van aangekeerd van de kunst van Frankrijk. We willen niet zien dat de achtergrond zijn de jeugd van de laatste jaren. Dus dat is dat we kunnen dit een lofwerk te doen. En dat is ook iets het zaken van haar muurschilderingen. En dat is een lange tentoonstelling in Japan. Ligt er nog zo? En dan zullen we de tentoonstelling Japan als aankunt. Gewoon als achtergrond, omdat ik dus niet wist als dat het over dat gaat.
Ik heb Jan eigenlijk uitgenodigd omdat wij geschiedenis samen doen van de top bijmaakt. Ja. Met een opleiding die eigenlijk met die eigenlijk komt. En ook vooral dat de situatie van kunstonderwijs bij die in de gefascineerd is, omdat het zeer moeilijk om te betekenen is. Eigenlijk op een of andere manier te structureren of te structureren. Ik weet niet of ik daar gevoel over heb, of hetgeen waar het over zou doen. Luc, groot genoeg om elkaar hier weer te zien. We hebben jarenlang met elkaar in de Rijksacademie gewerkt. Ik heb drie soorten vragen. Iets over tekenen, iets over grafiek en iets over het kunstonderwijs. En hoe zullen we het aanpakken? Want we hebben dit experiment hebben we niet van tevoren besproken. In die zin is het net zo'n experiment als wat er gebeurt als je een idee van een onbekende binnenkomt en niemand weet wat daar precies gebeurt. U bent erbij, maar ik heb geen idee hoe we dat gaan doen. Maar misschien kan ik je een paar vragen stellen over tekenen. Ik denk eigenlijk dat het mooier is als je eerst iets vertelt over werk, in plaats van dat we alleen maar meteen met woorden. Ik zou het fijn vinden als je met wat beelden begint en daarover vertelt. Dan kom ik graag met wat vragen over het tekenen in. Is dat goed? Met de beelden die hier zitten. Ja. In principe is het zo dat eigenlijk als ik begin te werken en dan ik ook dingen in projecteer, ontstaat het formaat van het beeld eigenlijk aan de hand van die tekening. En die tekening gebeurt in het werk eigenlijk. En wordt dan uitgewist en dan wordt er eigenlijk van het laagste naar het hoogste contrast eigenlijk. De tekening is belangrijk omdat ze niet alleen de contour maakt van het ding, maar ze bepaalt eigenlijk ook de grootte of de formaat. Nu, een tekening aan zich als tekening is natuurlijk totaal anders dan een tekening die je gebruikt in het gebruikt. Dit is volledig anders, omdat een geschilderde laag bijvoorbeeld ook niks met de tekening te maken heeft. Niet alleen omdat ze zich kan wegschilderen of overschilderen, maar het is een compleet ander gebeuren. Dat in principe het niet alleen een contourlaag kan zijn, het kan ook een schaduwlaag zijn en het kan ook een denkbeelding maken. Nu, tekenen zelf voor mij is altijd heel belangrijk geweest als basis. En ik weet nog goed als ik begon les te geven, dat was dan negen draaks, maar in 1994 geloof ik was ik, deed mijn eerste ervaring op in de hoogschool van Stuitroom in Karlsruhe. Had ik een gastprofessor. En daar kwamen de studenten eigenlijk gewoon naar je toe, dat deed er een mapje en zo bouwt je dus eigenlijk was. En al zeer snel werd het duidelijk dat al die mensen modellen deden, maar dat werd dat niet meer. Dus heb ik dat georganiseerd, ik vond dat al de andere jaren dat ook wel doen. En wanneer zaten met in een ruimte dat ik ook ziek was, met over de 100 mensen. Ik heb toen ook terug meegetekend, dat was lang geleden. En ik kan u verzekeren dat dat dit teken was. Omdat ik natuurlijk wel alle trucjes ken om dingen te verbergen, maar toch was het een redelijke harde ervaring. Dus ik denk dat als onderbouwer is dat toch altijd een zeer belangrijk onderdeel. Heb jij in je studietijd in Brussel, heb jij toen ook getekend? Maar ik heb ook in de voorbereiding afdeling gezeten in Brussel. En dat was eigenlijk interessant dat ik later bij gaan samen de schilderkunst afdeling. En de eerste in de periode ook een reusachtige apathie in de structuur van Brussel. Ongelukkig genoeg wanneer ik naar het hoger ben gegaan, zijn al de interessante figuren. En er stond een redelijke lethargie waar je onze modellen gewoon aan de straat gaat. En dan nog, en daarom hebben we ook weggegaan. Maar voor die tijd, en dat is eigenlijk een van de redenen waarom ik eigenlijk kunstenaar geworden ben, komt eigenlijk. En dat was een leraar Beeldhouwer, Augustus Smit, die nu in de tijd is. En het was geen grote kunstenaar, maar het was wel een gevlogen pedagoog. En die heeft mij ook geleerd dat men buiten meten ook vooral zit. En ik maakte in die jaren eerst 3 tot 4 dagen schilderen. Dus dat wil zeggen overal op straat. Nu, de grootste gedeelte van de tekeningen zijn verdwenen in schilderen. Zo, een stuk. Dat zijn ze kwart. En wat hij mij ook deed, die Augustus Smit was eigenlijk als je daar begon. Ja, 17 of zoiets. Deed hij een dia, een kleine dia-voorstelling, die je dan ziet.
met onderschaar getekend van broodwerkers die nooit was aangelegd, tenzij dat het de middenjaar van gemaakt werd. Het was een ongelooflijk moment geweest. En die man heeft mij over de streep getrokken om geen grafisch ontwerper te worden, maar een creatieve kunstenaar. Hoe denk je dat? Nee, gewoon door het feit dat de man zo bevlogen was en zo dadelijk enthousiasme naar zijn studenten overbracht en ook een soort van vragen die ontstond in hoe dat je daar om kon gaan met het mensen. Die veel interessanter was dan de mensen die vormgeving gaven. Even naar dat weer naar het tekenen toe. Is het nou het registreren van waarnemingen, ideeën, herinneringen? Ja, het is al dat natuurlijk. Ja. Zijn het voorbeelden? Zijn het beelden die prototypen zijn voor het schilderij? Ja, ze zijn verschillende. Er zijn tekeningen die voor zichzelf staan. Dat was aan de zeven leken vooral tekeningen die op zichzelf stonden, die minder eigenlijk te maken hadden met de voorstelling van de schilderij. Misschien embryonaal natuurlijk altijd wel. Maar het is en blijft voor mij een totaal ander ding dan de schilderij. Hebben wel mensen gelijk maar de mensen op gezien dat ze wapen tussen de grote twee waar het tekenen staan, dat ze dat wapen hebben gestuurd. Dus ik ben meer geïncorporeerd als dat staan die studie. Dus dat samen dood is ook volledig kennelijk uit de kennelijke oké zijn. Maar in mijn geval zou het zoiets gebeuren, die groep. Zelfs als 2 of 8. Is het tekenen een soort van laboratorium? Het tekenen is vooral bijvoorbeeld een vraag. Van het moment dat men begint, kan men eigenlijk zeer productief. Het is een zeer absoluut gegeven, denk ik. Iedereen tekent dat aan het kind. Je kunt natuurlijk opnieuw beginnen of je kunt uitkomen, maar dat is niet zozeer aangewezen. En dat geldt hetzelfde net als je naar wel maakt. Je moet even krijgt een andere structuur, een andere signatuur dan denk ik dan de duur dat het schilderij doet of de mogelijkheden die je hebt om in de natte periode eigenlijk een aantal dingen te kunnen verbeteren. Je kunt dat met andere materialen die je wel doen, maar ze reageren door dat je tekenen krijgt. Afgelopen weekend kon ik helaas veel te vluchtig een blik werpen in het gemeentemuseum. Op je tentoonstelling grafisch werk 1989 tot 2012. En ik meen daar te lezen op een van de teksten die daar was, dat de grafiek ook je laboratorium is. Hoe is de verhouding nou van het tekenen, het schilderen en die grafiek? Is het grafiek ook een laboratorium? Wat is de plaats van die drie ten opzichte van elkaar? Dan is het zo, als je met grafiek bent, weet je natuurlijk in het feit dat je het beter kunt reproduceren. En dus dat is al een totaal andere insteek. Maar ook nog niet met dingen gesproken. Anderzijds is het een manier dat je heel technisch gaat om met een andere techniek. En het meeste wat ik gedaan heb is fotografie. Ik heb ook etsingen gemaakt natuurlijk en redelijk wat zeggen samenwerken met een taal. Dat wil zeggen dat elk beeld moet omgezet worden, geanalyseerd worden, om in lagen eigenlijk constant te kunnen komen. En toch nog, dat was voor mij altijd belangrijk. Om toch op die schilderkunstige kwaliteit te kunnen bouwen, zelf gedrukt worden. We hebben één project voor de tempel, dat ik met Neuburg heb gedaan, en dat waren mijn eerste aquatieken. Ik was daarin eigenlijk een crucet of een schilderkunstig als je zegt, maar dat was een zeer goede ervaring. Om dus die lijn, of binnen de lijnheidsel, en natuurlijk wel gemaakt, grote naalden ook, maar gewoon om. Ik wou dus echt een beeld krijgen met mensen die, waarin dat je om onscherpte kreeg, waarin dat je om onzuivere waar kreeg en waarin dat je dus eigenlijk dat beeld kon laten leren. Dat is perfect gelukt. Het was ook een boeiend gegeven en spannend omdat je met zuurwerk en blik werkt. En je werkt natuurlijk ook omgekeerd. Lito was iets dat ik al in mijn dagen thuis heb gedaan, dus daar was een ervaring mee. Maar toch ook altijd bijvoorbeeld die dat ding moet een top dragen, zo zeker. Met de laatste lito's die gemaakt zijn, en dat geprobeerd wordt van te zeer eenvoudig, niet alleen eenvoudig, maar toch steeds eigenlijk weg te blijven van puur grafisch. Dat vind ik natuurlijk wel een goede effect. En dat is misschien een van de verhoudingen die je dan moet zien. Daarmee
in het gemeentegebied, tenminste even een aangebouwde mensen van de Haag en van Paarsgebruik. Er zijn een aantal gekomen uit de buurt van de Haag. Er zijn een Paarsgebruik gekomen die eigenlijk pas achteraf gekomen zijn als er drukken zijn ontstaan. Er zijn er bijvoorbeeld gebruikers die natuurlijk eerst gemaakt zijn waarvan later een omzetting is gemaakt in de druk. Maar dat is dus ook omgekeerd, zoals dat wij zijn drukken die later onbezet zijn. Dus in die zin is er een enorme verbinding in het overlaten tussen die twee dingen. Het grote verschil is natuurlijk dat ze verdeeld wordt op taal van de schaal en een andere toegankelijkheid. Dat scheelt ook niet. Ja. Had jij een bijzondere band met Den Haag of was dit één van de vele muziekjes? Nee, we hebben ook nog een stuk familie in Den Haag. En als 13-jarige is mijn oom in datzelfde museum mijn allereerste wandeljaar. Ja. Kan jij nou adviseren, en dan komen we daarmee bij het kunstonderwijs en jouw visie daarop, kan jij nou adviseren van wanneer je, zeg maar tegen de studenten hier, en laat ik het anders zeggen, wat is je ideale vorm om kunststudenten te stimuleren tot tekenen? Of hun sluimerende belangstelling, als ze die hebben, los te maken, open te maken. En mijn vraag is ook, is affiniteit voor hen die denken dat ze dat niet kunnen, of dat ze dat niet willen, is die affiniteit te vergroten? In eerste instantie denk ik gewoon, enfin, terugdenken aan mezelf, denk ik dat ik als kind altijd getekend heb, bijvoorbeeld. En dus dat is eigenlijk iets wat natuurlijk komt. Tekenen volledig instrumenteel te maken. Dus goed, iedereen technisch waarschijnlijk laten tekenen. Maar dat wil niet zeggen dat de figuur dan ook nog kijkt. Dat is een ander spel. Het belangrijkste punt is kijken in het hele proces, licht visueel. En hoe dat je die kick eigenlijk ervaart voor dat je dat eigenlijk op papier kunt zetten. En met wat versnelling je dat doet en ook met wat voor beperkingen dat doet. Ik denk dat iedereen daar anders zit. Maar het belangrijkste element in heel het verhaal is de intensiteit waarmee het gebeurt. Als die er niet is, is er in principe ook geen mogelijkheid om iets of een start te krijgen. Ik heb je zoals gezegd meegemaakt als advisor, als begeleider op de Rijksacademie. En ik heb je natuurlijk niet echt meegemaakt, zoals ik al zei. Ik ben natuurlijk nooit in de intimiteit geweest van het één op één gesprek. Wat jij in het atelier had, dat is geheim. Dat gesprek van één advisor met één kunstenaar. Het zijn jonge kunstenaars die daar eigenlijk al een opleiding achter hebben. En ik denk eerlijk gezegd dat dat de grote kracht is, dat dat geheim is, die interactie tussen twee kunstenaars in dat atelier en waarvan je niet weet hoe het precies verloopt en wat niet opengelegd wordt en wat niet geacademiseerd wordt. Wat niet geformaliseerd wordt, maar wat gekenmerkt wordt door collegialiteit. En ik denk dat een van de krachten daarin is, dat in dat gesprek je op een goed moment niet meer weet wie het auteursrecht van het ene idee of het andere heeft, zodat je er allebei rijker uitkomt zonder in de competitie te gaan. Ja, dat is wel een zeer optimistische voorstelling. Het is natuurlijk zo, is eigenlijk de aangewezen bedrijf, waar ik totaal deprimeerd naar een echt slechte studio, het is naar een hotel eerst wat het is. Er zijn momenten geweest waar het anders lijkt te kunnen. En dat is toch een zeer luxueuze opleiding. De figuren daar zaten als mensen dat eigenlijk de kans hadden ook niet geven wat ik weet hoe het effectief is. Effectief. Alleen maar die advisors eigenlijk niet overbouwen of moeten. In dit geval is dat waarschijnlijk wel anders. Maar, ik denk vooral dat het belangrijk was dat mijn instelling was van vooral zo constructief mogelijk naar die situatie toe te stellen. En een aantal openingen te zoeken binnen dat contact. Niet zozeer gelijk is, dat is het allerbelangrijkste. Ik heb ook altijd tegen al die figuren gezegd dat wat ik zeg ook alleen maar subjectief is. Omdat ik ben echt overtuigd over gedaan dat als men overtuigd is van wat men doet, men daar ook totaal aan overtuigd. En dat is een van de stelregels om zich met de PMU's bezig te houden. Opnieuw is dat teruggeschakeld naar die intensiteit die zo immens belangrijk is, maar wel vanuit een inzicht dat vanuit jezelf komt.
verwerkt of niet door andere organisaties of invloed, dat zal wel. Maar dus die, dat moment als dat bijvoorbeeld dan effectief tot een goed contact kwam, ze bleef daar ook een goed contact verder na de opleiding. Dat daar ook, soms vriendschappen, maar ook was dat ook een soort collega waar het uit staat en mutueel respect. Omdat je weet dat je ergens op een bepaalde golflengte zit waarin dat je werkzaam iets moet doen. En een communicatie met het binnen dat visueel deel veel toch nog iets wat paar is. Heb jij wel eens dat je zegt, sommige mensen hebben het 's ochtends, sommige mensen hebben het 's avonds, zo tussen waak en slaap in. Dat je eigenlijk denkt, als ik nou een kunstopleiding zou opzetten, dan zou die er ongeveer zo uitzien. Ik blijf erbij dat het een fijne zin, de eigen ervaring ook hetzelfde ervaring dan daar in de hele week. En ook ervaring van zoveel verschillende kunststoren, academies en kunstopleidingen, centra even bezocht de wereld om. Dat is een moeilijke gegeven vraag. Het blijft nogal eens dat een vrouw ook aan interesseert is eigenlijk. Ik denk dat het vooral de mensen zijn die de opleiding volgen die meer nog dan de omgeving of het instituut zelf bepalend zijn voor de wereld. Ik herinner me nog één keer, dat was een zeer zwak jaar in Praag, waar iedereen zich opsloot in het atelier, waar ik al de 60 deelnemers gedwongen in de cafetaria te gaan zitten om dus eens en voor altijd met elkaar niet alleen contact te kunnen, maar ook een positie. Omdat ik daar gezegd dat het niet waar zijn, maar zij die eigenlijk de kans moeten waren. En ik denk dat dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Je hebt tenslotte een plek waarin dat die contacten kunnen ontstaan en als een onderling ontstaan. Dan kunnen daar, kan daar een ideeënpool uit ontstaan. Ik denk ook niet dat het belangrijk is dat een kunstopleiding in eerste instantie resultaten formuleert. Dat zijn dingen die je later op jezelf eigenlijk. Dat is ook nog zo'n goede taal met moet je natuurlijk in het water. En er zijn ook tal van residenties die mensen aflopen en afvragen in de treuren bijna. Tot een bepaald moment eigenlijk situatie. En het geeft natuurlijk ook hier gebeuren met de kunstenaar die zich gemonopoliseerd heeft. Het wordt ook een kunstenaar is dus ook niet makkelijk. Het is een zeer moeilijk gegeven. Dat zijn dingen waarop de kunstopleiding eigenlijk helemaal niet groot raakt. Deels door het feit dat de mensen die in de kunstopleiding werken, mensen zijn die vaak hoofdzakelijk in de kunstopleiding. En het belangrijke, denk ik, is er altijd, het vooral ook voor mezelf, is dat kunst nooit uit kunst groot wordt. Nou, vooral nooit uit kunst groot wordt. Dat was in mijn geval al vrij duidelijk. En vrij vroeg. En dat kunst vooral uit de werkelijkheid komt. In combinatie met invloeden die je kunt hebben, maar daar kunt niets mee doen. Dan kunt je misschien iets uit verwerken, maar het is niet iets wat je dat zelf verwerkt. Dat kan ik tot een inzicht brengen, maar dat inzicht moet je dan zelf toch kunnen relateren aan de dingen die rondom je bestaan. En daarmee is het natuurlijk belangrijk van die kant met de werkelijkheid. Heb jij wel eens in je eigen atelier dat je met de jonge kunstenaars daar een periode daarin toelaat? Die helpen, die eigenlijk een heel kleine geheime academie vormen? Nee. Ja, ik heb de mensen waar ik mee praat. Ja. Terwijl ik een ex-student is, dat heb je Karel de Hulp gesteld, toen ik opzitter. Die hier heeft gezeten en die tot de conclusie is gekomen, een ongelooflijk scherpe man is nu 30. Ik, toen heb ik mij gewerkt, was er 26 en een extreem sceptisch figuur. Ik bedoel, als ik 26 was, was ik ook sceptisch, maar niet zo sceptisch. En dus dat was exact hetgeen dat ik moet hebben, iemand die erg scherp staat. Maar hij komt ook uit een generatie voor die eigenlijk op een andere manier reageert op heel kunstenaarschap. En dat is een heel boeiend gegeven. Dat is niet zozeer door iets te maken, maar eigenlijk door een andere kunstenaar, met mijn geval, mee te werken aan het dat wil zeggen, in een vooral conceptueel proces, maar ook in het proces waar we eigenlijk zich in de werkelijkheid omzetten,
en hoe dat eigenlijk ook organisch natuurlijk is. Ja. En hij had ook een aantal andere studenten die hebben gezeten die het opgegeven. En daaronder zaten mensen die eigenlijk wel boeien, een schilderij die dat opgegeven, die trouwens nog eens verkeer zijn gaan opzoeken. Dus er is, dat was een interessant gegeven. Het is een andere manier om eigenlijk die wereld te gaan bekijken. Dus dat is ook een probleem. Dus het is niet alleen een bedoeling, dat vindt gewoon, dat is zo'n toonbeeld van hoe een generatie dat toch volledig anders bekijkt. En ook ergens, niet zozeer vanuit een definitie, maar uit een zeker realisme ziet hoe moeilijk het is. En waarschijnlijk was deze figuur ook een figuur die visueel anders wel reageren en meer contemporaneel daarover bezig was. En er zullen natuurlijk anders eigenlijk steeds visueel reageren. Natuurlijk nodig is dat het staat om een nieuwe generatie te kunnen aanvullen. Maar al die elementen spelen dus. En ik denk dat het belangrijk is dat daarover in discussie wordt gegaan, en zelfs al heel vroeg. Dat motiveren toch en de motivatie van waar het belangrijk is waarom mensen dit soort studies doen of dit soort onderzoek nemen. Nieuwe generatie. Ik kom graag naar u toe als u een vraag heeft. De microfoon. Wie kan er een vraag aan Luc Tuinmans stellen? Ik loop het achteraan toe door. Zo niet. Ja, ik probeer, ik blijf gewoon even staan. Vaak kost het even een paar minuten hoor, dat voordat iemand die vraag stelt. Oké. Misschien een beetje een openhartige vraag, maar het eerste zaak dat het raar is dat nooit echt de carrière van deze mensen. Deze dat ik deze moet vragen natuurlijk tegen. En daar zouden we ons wel mee gaan denken. Maar van vooraf aan het idee van de beroemde kunstenaar te worden, dat deed niet echt te spelen. Het was wel zeker, ook dat moment in dat zwembad van mijn moeder, dan zat het huilen, was er dan een trapje eruit gegaan, omdat er niemand was. Was het voor mij bij Bouwavond een belangrijk moment, omdat het de eerste keer was dat alle twee uit het plaatje aanwezig waren. En ik heb in de grotere ruimte zeggen, het zegt dat het de ruimte aankwam. Ik heb altijd gedacht vanuit het idee van het werk zelf, en nooit anders. Ik ben ook weer het werk is het zelf. En, maar een test is altijd dat het werk staat. Een test is ook als het werk in een andere ruimte, of verschillende ruimte. Ja. Hallo. Heeft u zelf een voorbeeld uit de kunstgeschiedenis? U vertelde eigenlijk net dat kunst misschien niet naar kunst moet refereren, maar naar de geschiedenis. Maar ik vraag me af of u zelf wel een voorbeeld heeft uit de geschiedenis, een held. Een voorbeeld uit de geschiedenis? Ja, wie is uw held? Wie is uw held? Mijn held. Ja, de held die ik heb is eigenlijk een soort van anti-held in die zin dat ik het slecht vond. Ik heb lang El Greco gekeken in de productie en vond dat redelijk gemanierd. Tot ik als 18-jarige op met een interrailkaart eigenlijk in het museum stond in Budapest en nog niet wist dat El Greco was. Maar toch redelijk gechoqueerd die zaal ben uitgegaan. Omdat ik daar moest onderkennen dat El Greco niet van deelde. Die door het eerst en voor mijn ogen het PMT construeerde. En ook werkte met een andere verf- en kleurtemperatuur. Wiens beelden zich moeilijk achteraf te herinneren waren. En dat waren schokken. Dus ik heb niet helder gezien, maar ik heb vooral mensen die inzichten erop hebben. En dat gebeurde volledig visueel. Dus komt daar dus de plek. Ja, dat is een
dat is één van de dingen. Zijn er vragen aan mij? Hoe ziet u de toekomst van de schilderkunst eigenlijk? Welke richting denk je dat specifiek de schilderkunst echt op 10, 15 jaar in zou zijn gegaan? Ja, het is al luider eigenlijk aangekondigd. Het idee dat schilderkunst de verschillende gedurende decennia, op een veel jaren eigenlijk, dat het parcours verloopt van leven tot dood te zijn. Wat een discours is dat een misbegrip is, eigenlijk, een misverstand. Schilderkunst is nooit een leven of dood geweest, het is altijd dagelijk. Als men mij vraagt waarom schildert gij nog, is het stevigste antwoord altijd omdat ik niet naïef ben. Schilderkunst is wat in het begin het eerste conceptuele beeld geweest en is het nog. Het is natuurlijk een fysiek beeld en het zit binnen een kader nu dat veel groter is van de toolboxen zo groot. Bijvoorbeeld in de tijd van Mia Selmans en Gerard Richter en zelfs Warhol, die afgekomen is met de authority of print. Beeld is zeker als je draait, gebruikt, alles wat gedrukt is, is een autoriteit. In die jaren was dat gevecht een gevecht dat misschien niet het ding was, dat was ook een nieuw gevecht. En daarvoor bestond het natuurlijk ook al. Maar nu is dat al lang niet meer van belang. Het gevecht tegen de nieuwe media gaat er nooit binnen, waarom zou het aanbrengen? Dus wordt dat geïncorporeerd in de toekomst. In 1995 heb ik de eerste schilderij gemaakt gebaseerd op een tekening die ik tegen muur vind, dat was de Vlaamse vlag. En daarvan volgen we gemaakt. Nu jaren later gebruik ik mijn iPhone, ik gebruik stukken uit websites en ik heb ook maquettes gemaakt. Maar er wordt van alles maar om tot het schilderkunstbeeld komen. Dus wat is de toekomst van het schilderkunstbeeld? De toekomst van het schilderkunstbeeld zit in het schilderkunstbeeld zelf. Er zijn veel mensen die in een soort van mimicry eigenlijk een schilderkunstige benadering hebben, die te maken heeft met dingen die ze, waar ze een bijvoorbeeld, dat bedoel ik vaak met kunstacteur, waar ze een gevoel mee hebben, of waar ze een zak hebben, of een wondering hebben, maar dat is het niet. Dat is de oppervlak. Het is vooral het intentionele wat daaronder zit en juist ook die beperking. Die beperking ligt van mens tot mens anders. En die moet je in dat parcours in het dat het een zeer fysiek parcours is, maar een zeer ontwikkeld parcours. Nu, een schilderij zal altijd, tot op de dag van vandaag, onderzoekers minder goed te herinneren zijn dan enkel, dan elk mechanisch beeld waar je mee kunt verbinden. Het is ook zo dat het schilderen eigenlijk iets is dat extreem flexibel is. Je kunt hier heel die hal vol schilderen. Je kunt er ook een print van maken, dan moet je alles gaan opnemen. Dus het is al iets dat enorm aan expansie kan. En het is het ook enorm geïmplodeerd. Dus de toekomst ligt vooral in wat je daar als kunstig ervaart. En dat is een dimondief, dat is ook een duidelijke visie. Ja. En die ligt natuurlijk extreem in de deur. En dat is dan ook het belangrijke. Dus de vraag stelt zich eigenlijk, ook willen we dan telkens maar aan de noodzaak.